Een van de blikvangers op deze beurs is het werk wat u recht voorziet. Een portret van een oude man met hoofddeksel, toegeschreven aan Rembrandt van Rijn en zijn studio. Dus handen en hoofd is met zekerheid van de hand van de meester. De rest van het schilderij is mogelijk door medewerkers geschilderd. Van dit onderwerp bestaan er 3 uitvoeringen van, waarvan er 1 een getekend werk en gedateerd in de Gemalde Galerie in Berlijn. En dan hebben we dit werk en een ander werk wat op dit ogenblik een beetje uit het oog verloren is, maar er is een beschrijving van uit het verleden. Het schilderij heeft ook een wetenschappelijk rapport. Ik moest er iemand geïnteresseerd zijn. En hoeveel zou dat kosten? Mogen we over een prijs spreken? Ik denk dat is op aanvraag. Ik vermoed dat men tot hier moet komen en een keer kijken of het u wel bevalt. En dan met de antiekhandelaar de prijs bespreken. Maar vermoedelijk is het, mogelijk is het een Jood, een Joodse man. Omdat in die tijd Amsterdam de plaats was waar zowel vanuit het Oostblok door geloofsachtervolging de Joodse gemeenschap naar Amsterdam trok en uit onze contraille hetzelfde. Dus men spreekt van enkele duizenden Joodse mensen die toen in Amsterdam vertoefden en verschillende synagogen ook die daar aanwezig waren. Maar het is heel mooi, het is een prachtig werk. En toch een beetje de blikvanger op deze beurs.